Als je in een appartement woont, is een intercomsysteem onmisbaar. Je wil niet zomaar iedereen binnenlaten. De videofoon zorgt ervoor dat je veiligheidsgevoel in huis aangenaam verhoogt. Een videofoon is praktisch, maar verhoogt ook je veiligheid. Want je ziet echt wie er aan je deur staat. En je hoeft niet enkel te vertrouwen op wat je hoort of wat de mensen aan de deur vertellen. En ook als je niet thuis bent, doet een videofoon zijn werk. Want dan neemt hij foto's van al wie aan de deur heeft aangebeld. Dus wanneer je thuis komt, kan je zien wie er allemaal is langs geweest. Dankzij een panoramische breedhoeklens krijg je een zeer ruim beeld van de inkomzone. Naar keuze in zwart-wit of kleur. Zo'n toestel regelt zich automatisch bij, zodat je onder alle omstandigheden de mensen aan je deur makkelijk kan herkennen. Zo is er bijvoorbeeld de beeldvervorming door de breedhoeklens die gecorrigeerd wordt. Of als het vrij donker is aan je deur, wordt de automatische achtergrondbelichting ingeschakeld. Maar ook straatlawaai vormt geen probleem, want het geluidsniveau past zich automatisch aan. Omdat je in een appartement minder kunt zien wie dat er zo binnenkomt. En anders zou je naar beneden moeten lopen of zo. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Dus ik vind dat eigenlijk wel nodig. De installatie van videofonie in appartementsgebouwen is uiteraard onderworpen aan een wettelijk kader. De beslissingen binnen een gebouw, binnen een mede-eigendom, worden eigenlijk in essentie genomen door de algemene vergadering. De vergadering van alle eigenaars. Zij komen samen, zoals de wet en de basisakten het voorzien, en zij nemen de beslissingen die zich opdringen. De discussies over de vraag hoe het gaat met gemene kosten is uiteindelijk een discussie die geregeld moet worden in de individuele verhouding tussen eigenaar en huurder. Extra veiligheid is in deze tijd wel altijd meegenomen, vind ik. Want je weet nooit wie er aan de deur staat. En met die videofoon zie je dat en ken je hem niet, doe je gewoon niet open. Ook het veiligheidsaspect vraagt een juridisch kader. Beelden kunnen een bewijs zijn bij een rechtszaak. Op het ogenblik inderdaad dat men geconfronteerd wordt met criminaliteit of mogelijke criminaliteit, denk ik dat alle elementen een element kunnen uitmaken in het bewijs voor het strafdossier. Dus als u inderdaad beschikt over een foto van iemand die inderdaad een poging tot inbraak heeft genomen, kan het in ieder geval een basis van bewijs zijn en minstens de aanzet tot een dossier. Wat de rechtspraak er uiteindelijk zal moeten van maken, zal moeten blijken uit de rechtspraak, maar in ieder geval kan het geen kwaad om te beschikken over gegevens die de basis voor een aanzet tot bewijs van het misdrijf zouden kunnen opleveren. Grote knoppen, een groot display en stembegeleiding voor slechtzienden optimaliseren het gebruiksgemak. U bent in verbinding. Verbinding met de conciërge of de receptie van een gebouw is ook mogelijk. Je zou denken dat je een eindeloze handleiding moet gaan bestuderen om zo'n toestel te kunnen gebruiken, maar er wordt echt wel gestreefd naar een zo eenvoudig mogelijke bediening. Als je erop let dat het grote toetsen zijn met duidelijke symbolen, dan wijzen de verschillende functies zichzelf wel uit. De camera is ingebouwd in het toestel, maar als je bijvoorbeeld ook je oprit wilt controleren, kan je een extra bewakingscamera aansluiten. Bij nieuwbouw wordt het meestal meteen voorzien, maar ook bij een bestaand gebouw kan je het makkelijk installeren zonder al te veel breekwerk. Het is een heel simpel systeem. Je hebt 2 draden nodig voor de camera en 2 draden voor de audio. Het is gewoon 4 draadjes eigenlijk trekken, van buitenpost tot aan binnen toestel. Dat is al. En dan kun je alles op doen. De videofoon kan ook geïntegreerd worden in een computernetwerk, waardoor je zelfs van achter je pc mensen kan binnenlaten. Hallo? Goedemiddag, met Pascal Couvreur. Ik had om 2 uur een afspraak met meneer Van de Velde. Ik ben nu wel een beetje vroeger, ik hoop niet dat dat een probleem is. Geen probleem, kom maar binnen. Ja, dankjewel.